Hey, binnenkort zitten we nou wel of niet op? We zitten nou op 1.8 of 2.0 zitten we nou met onze bijdrage voor de NAVO? 1.95. Oh, 1.95. Ja. Maar met dat inflatiecorrectie? Dat halen wij dit jaar. Maar er zit rekenkundig een klein inflatieprobleem. Ja, nee, die komt dan ook misschien wel. Maar er zit een ander rekenkundig probleem. Het gaat uit van de afspraak, geen verdrag. Hè? Dat fout van Trump, die altijd net doet alsof er een verdrag is. En alsof er zoiets bestaat als een kas. Ja, een penningmeester, iemand die het in de gaten houdt. Als krijgt nog geld zoveel. Zouden moeten betalen aan de Verenigde Staten. Allemaal onzin. De afspraak uit 2014, geloof ik, was dat NAVO-landen proberen om minstens 2% van hun bruto nationaal product aan defensie te besteden. Ja. En Nederland zit dus op 1,95, zitten er bijna dit jaar. Maar. Dat is budgetair vastgesteld. Want de defensiebegroting is gewoon een stelletje getallen. Ja. En daar staat, en uiteindelijk zie je hoeveel dat is. Dan kijk je hoeveel het totaal van de begroting is. Dan denk je, bijna 2%. Maar en als het pensioen van Pieter eraf halen, zou het dan halen? Maar als het goed gaat met het land, dan gaat dat BBP misschien wel omhoog. Oh ja, dat is waar ook, ja. En dan ben je plots dus lager dan die 2%. Dus het is rekenkundig nog even een dingetje. Ja, nog meer, want het ene land betrekt er wel salarissen en pensioenen bij, het andere niet. Het is niet altijd onderling vergelijkbaar. Maar het idee dat je ongeveer 2% moet besteden aan uitgaven voor het versterken van je eigen defensie, dus nog maar een keer gezegd hebbend dat het niet lidmaatschap van NAVO is, daar hebben we heel lang veel te ver onder gezeten. Dus die 1,95, hartstikke leuk. En of 2 of 2,1 is, daar gaat het allemaal niet om. Het gaat erom dat er een substantieel deel wordt. Want dan gaat Trump ons niet meer helpen. Dan zegt hij, laat de Russen ons maar aanvallen. Dus hallo. Dat is zo, maar dat laatste stukje dat beschouw ik als verkiezingsretoriek. En ik hoorde van de week iemand zeggen dat hij, als hij geen autocue heeft, dan weet hij toch niet wat hij zeggen moet. Ja, dat was Nikki Haley, was dat. Juist, nou, die is ook niet helemaal onbevooroordeeld, denk ik, toch? Nou ja, vond het wel eens leuk om een leuke onbevooroordeelde aan te halen in plaats van alleen maar naar Trump. Maar met Prompter doet hij het ook niet goed, maakt niet. Hij lult maar wel. Nou ja, als je vergelijkt met de andere man, ik bedoel, die is weer dwalende waarschijnlijk vandaag. Nu even, denk even door zijn ogen. Hij is met dit punt al gekomen in de eerste keer dat hij campagne voerde. Maar hij was helemaal niet de eerste. Ronald Reagan was de eerste die over dit punt is begonnen. Ronald. Al die jaren lang hebben Amerikaanse presidenten terecht gezegd, de NAVO-partners moeten voldoende meebetalen. Want het is een groot, ingewikkeld bondgenootschap. Het kost klauwen met geld. Je moet goed materieel hebben. Ja. Dus die afspraak was er. Trump heeft dat op Trumpiaanse manier heel sterk aangezet. En eigenlijk iedereen die dat niet deed als een soort verrader aangegeven. En nu doet hij het voorkomen alsof door hem nu er verbetering is. Dat is niet zo. Die verbetering is gekomen door de Oekraïne-oorlog. Hmm. Want op dat moment dat dat gebeurde, gingen een heleboel landen denken, hey, verhip, we staan er niet zo goed voor. En inmiddels is de voorspelling dat tegen het eind van dit jaar 18 van de dan hopelijk 32 leden van de NAVO aan die 2%-norm voldoen. Ja. En dan wordt Trump de president en dan zegt hij, stop maar met die NAVO, dag. Of gaat hij dat niet doen? Met stoppen met die NAVO, de vraag was meer. Zo heeft Trump Mark een papieren functie, chef lege dozen worden het ook. Wat doen we? Mark Rutte. Wat doen we als Rusland een Europees land aanvalt? Dat is een zogenaamde artikel 5 situatie binnen de NAVO. Een aanval op één is een aanval op alle. Dus dan zou iedereen te hulp moeten komen, inclusief Amerika. En daarvan zegt Trump, een land dat niet aan die norm voldoet, die zoeken het verder maar uit. Sterker nog, voegde hij dan toe, laat Poetin dan maar eens gang gaan. Nou, dat was natuurlijk een beetje fout. Ja, hoe serieus moeten we dat nemen? Jij zegt dus retoriek gewoon. Gelul. Ja, dat stukje vind ik retoriek. Maar het gevaar zit hem in een stapeling van een aantal dingen. In de eerste plaats weten we zeker dat hij de Oekraïne financieel en met wapens niet gaat spelen. Ze zijn allebei heel serieus, maar dat weten jullie, hè? Dus dat je allebei heel serieus zijn tot nu toe, dat is goed. Ja. Nou, ik heb het nog even over je ring gehad, maar vond je niet serieus genoeg. Maak je een karikatuur van nu. Oké. Okay. Ja. Nee, dus ik denk dat het gevaar erin zit dat hij en de Oekraïne niet gaat ondersteunen. Dat hij daar tegen is. Dat hij bovendien in deze retoriek basjes laat zien in NAVO. En er zijn een aantal landen, nieuwe NAVO-leden, die naast Rusland wonen, de Baltische Staten, die zijn echt onder de indruk van wat er gebeurt, omdat er in hun eigen land ook heel wat Russen wonen. Ja. Dan hebben we Moldavië nog, ook een toekomstige mogelijk NAVO-EU-lid.
als hij laat zien als grote toekomstige, mogelijk toekomstige Amerikaanse leider, dat je en niet gaat ondersteunen en niet gaat helpen, dan ondergraaft hij een van de belangrijkste dingen in NAVO, dat het een stevig bolwerk is. Want één ding vergeten we, het gaat altijd over geld. Nou, na de Verenigde Staten geeft Europa het meeste geld uit aan defensie. Ja. Als je alles bij elkaar optelt. Alleen omdat we zo lekker polderen met elkaar, geeft het niet op een zinnige en op een goede manier uit. Dus ik denk dat hoe zouden we het kunnen veranderen dan? Nou ja, ik denk dat wij op moeten houden met te praten over een EU-leger. Dat is allemaal dubbeling van dingen waar we te weinig van hebben. Dat we in NAVO-verband, de Europese Unie, leden hun 2% bijdrage op een fatsoenlijke manier moeten laten uitgeven die aanvullend is op elkaar. Ja. Kijk, als wij een stap maken met de Duitsers, dat wij met hun samen land mag gaan doen, en dat wij vinden dat zij tanks moeten leveren, dan gaan we hier met z'n allen te soebatten dat we toch weer 20 of 30 of 12 of 11 tanks moeten gaan kopen. Ja. Ja, dan blijf je aan de gang. En als je dan de week daarna zegt, we hebben al weinig personeel en we krijgen geen mensen erbij, maar we bedenken weer een eenheid erbij dat we personeel moeten hebben. We moeten gewoon met meer common sense. Ja. Zou ik zeggen, dit klinkt wel simpel. Dat is nog een ander voorbeeld, hè? Engeland heeft zijn eigen jachtvliegtuig. Ja. Zweden heeft zijn eigen jachtvliegtuig. Frankrijk heeft zijn eigen jachtvliegtuig. Het zijn allemaal hele dure, peperdure systemen die allemaal ontwikkeld worden. Mm-hmm. Wij hebben hem niet. Dus uiteindelijk heeft Nederland gekozen om co-producent te worden destijds van de F-16. Dat betekende dat wij wat dan heette contra-orders kregen voor onze defensieindustrie. Dat hebben ze vervolgens ook gedaan met de F-35. Maar in feite, wij kopen dus Amerikaanse wapens. En ook dat zit in die berekening niet goed doorgerekend. Ook bij Trump niet. Mm-hmm. Want heel veel geld dat wij dan besteden in onze defensie, besteden we helemaal niet in onze defensie. Maar daar kopen we Amerikaanse wapens van. Dus hij moet ook niet al te veel zoeken. Maar jullie lopen al een tijdje. Maar om aan te sluiten bij wat Pieter zegt. Het is natuurlijk heel raar dat binnen een verdragsorganisatie een aantal Europese partners allemaal hun eigen jachtvliegtuigen ontwikkelen. Ja. Voor miljarden. Nee, maar dat was mijn vraag dan ook. Jullie lopen al een tijdje mee. Waarom gebeurt dit dan? Maar worden mensen niet eens een beetje verstandig? Dat is ook een mythe. Dat is niet zo zwart-wit als. Ik ben het meestal met hem eens, maar toch een klein beetje. Ja, nu even vandaag. Zeg maar gewoon dat je het helemaal niet met hem eens bent. Nee, want als ik dat vind, zeg ik dat ook. Joe, ken je me natuurlijk helemaal niet. Nee. Maar ik wel hoor. Het is wel goed om te begrijpen dat als je maar één type vliegtuig hebt met z'n allen, is het heel erg goedkoop en efficiënt. Maar als je dan een vijand hebt die inspeelt op het ene wapensysteem, mm-hmm, word je hartstikke kwetsbaar. Dus dat je meerdere modellen en meerdere soorten zoals hebt. Zoals ook Ajax een B-systeem of een C-systeem. Ja, dat kunnen ze niet, maar als ze dat zouden kunnen spelen, zouden ze dat beter gaan voetballen misschien. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Je zou ook Ajax uit de competitie kunnen halen. En Feyenoord uit de competitie ziet de wereld er heel anders uit. Heb je alleen Vitesse over? Of is dat een gek voorbeeld? Dat is een heel gek voorbeeld. PSV. Het wordt een hele gekke competitie. Ja.